Ik ben Samira, ik ben 25 jaar en ik volg de opleiding voor gastvrouw. Waar mensen zich in vergissen is dat ze denken dat het echt alleen maar biertje stappen is en borden eten uitserveren. En ja, dat is het gewoon niet. Een gastvrouw die zorgt gewoon dat de mensen die dus uit eten gaan, die dus een avondje weg zijn, dat die gewoon echt gewoon een topavond hebben. Dat die s'avonds naar huis toe gaan en denken van wauw, wat hebben we het gezellig gehad. En dat, ja, daar is een gastvrouw of een gastheer die zorgt daar wel heel erg veel, ja, heel erg goed voor. Je moet toch wel een soort passie voor het vak hebben. Ik denk, ja, horeca, je hebt het of je hebt het niet. Ja, het moet wel een beetje in je zitten. Je moet wel willen en je moet niet een 9-tot-5 mentaliteit hebben. Want ja, het is gewoon voornamelijk avonden en weekenden werken. Ik werk nu bij Panekoek. Wat ik hier doe is echt het bedienen van de gasten. Gasten verwelkomen, drankjes serveren, gerechten uitserveren. Eigenlijk gewoon zorgen dat de gasten die hier komen, dat die gewoon een fijne lunch hebben en een fijne avond. Goedemiddag, kan ik u iets te drinken schenken? One espresso, please. Espresso voor jou? Oké. Een van mijn hoogtepunten was toch wel de internationale wedstrijd waar ik aan mee heb mogen doen. Dat was in Maastricht afgelopen januari. En daar hebben we als bedieningszijnde, heb ik samen met een jongen uit niveau 3 hebben de bediening mogen doen. En daar hebben we 3 eerste prijzen van gewonnen. En met het hele team, dus met de keuken erbij, hebben we 5 van de 7 prijzen hebben binnengehaald. Dus dat was wel het hoogtepunt. Ja. Goedemiddag. Het is absoluut een stuk breder dan alleen maar met je eigen sector bezig zijn. Ik bedoel, je gaat ook naar patisseriebeurzen, naar vismarkten. En je staat ook 1 keer in 3 maanden een keer een dag in de keuken om te kijken hoe... Ja, hoe de keuken is en dan ga je zelf gerechten maken. Je krijgt een beetje van beide kanten, krijg je een beetje mee. Nico, mag ik 1 panini met hamkaas en ananas? Ja, natuurlijk. Oké. Waarom ik voor RSC Eindhoven heb gekozen is omdat ten eerste hebben alle 3 de opleiding in een BBL-vorm. En dat zie je ja, hier in de omgeving nog helemaal nergens. Dus je kan gewoon echt 1 dag naar school en de rest gaan werken. Dus je hoeft niet 5 dagen in de week op school te zitten. Ik vind de school ook wel een goede sfeer hebben. De leraren zijn, ja, denken erg met je mee. En als je ergens mee zit, ze proberen je altijd te helpen. En dat heeft mij ook de keuze laten maken om toch gewoon naar niveau 3 op deze school verder te gaan. Je krijgt ook veel kansen. Ze proberen wel het beste uit je naar voren te halen. En, ja, zoals ik zelf heb dan met de internationale wedstrijden meegedaan. Ja, die kans hebben hun ook mij, ja, hebben hun mij gegeven. En dat heeft gewoon heel veel deuren voor mij geopend. Waar ik ze ook heel erg dankbaar voor ben. Tot ziens, fijne dag nog.